Welkom allemaal op deze tweede Jaar van de Ruimte on Tour. De aftrap was van het Jaar van de Ruimte op 15 januari in de buurt van Berlage. Dat was natuurlijk een geweldige kick-off. En nu in Arnhem, Oost-Nederland, een heel ander deel van Nederland. We zitten hier in Showroom Arnhem. En dat schijnt een no-go area geweest te zijn. En omgebouwd of omgeturnd tot een soort Yes We Can area gebouw. En een van degenen die daar verantwoordelijk voor is, is Edwin Verdurmen. En die wil ik heel graag op het podium. Edwin. Wat was dit voor gebied? Het was een voetgangerspassage onder de parkeergarage. Er zijn allemaal auto's geparkeerd. En dat werd een soort stedelijke blinde darm. Het was eigenlijk een verbinding richting de rivier. Maar dat stopte toen er een appartementengebouw werd neergezet. Werd een soort stedelijke blinde darm. Die ging ontsteken, die ging zweren. Er kwamen hangjongeren, drugsdealers, vuilnis werd in de fik gestoken. Dat was een groot probleem. Toen kwamen de kunstenaars pioniers. Dat was Stichting Gang, waaronder Hans Jungerius. Die zit daar, die komt straks ook nog even aan het woord. En zij hebben deze ruimte geclaimd als culturele projectorganisatie. En die hekken waar u onderdoor bent gelopen, die hebben zij toen neergezet. Ik ben directeur van architectuurcentrum Casa. Wij zaten toen in de Coberco-fabriek, leegstaande melkfabriek. Wij moesten daar weg en we zijn met Hans en consorten gaan praten. Kunnen we gaan samenwerken? Hebben plan gemaakt om met kassenbouwwanden de ruimte dicht te zetten. Betonvloer met plastic slangetjes, vloerverwarming. Edwin, dank je. En dank je dat wij hier te gast mogen zijn. Ja. Edwin Verdurmen. Leuk dat jullie er zijn. Ja. Mag ik een groot applaus voor de voorzitter van het Jaar van de Ruimte, Yves de Boer. Yves, het jaar is halverwege. Bijna. Of bijna. Hoe gaat het? Het gaat ongelooflijk goed. De dynamiek die we op dit moment teweeg brengen, en we is een heel groot gezelschap dat meedoet met het Jaar van de Ruimte. De dynamiek die we in Nederland op dit moment kunnen bereiken is ongelooflijk groot. We zitten nu vandaag in Arnhem. We gaan over een paar maanden gaan we naar Helmond. We komen uit Loppersum. Dat zijn die bijeenkomsten zoals deze. Maar ondertussen hebben we natuurlijk heel veel dingen sinds de beurs van Berlage aan de waslijn kunnen hangen. En een van die dingen die aan de waslijn werd gehangen, dat was de Atlas van de Toekomst. En daar, waar die ook kinderen aan gewerkt hadden. En daar hebben 90 scholen hebben daaraan meegedaan. Vanaf VMBO tot VWO, van klas 1 tot en met klas 3. Ongelooflijke resultaten en geweldige ideeën die de jeugd op dit moment. Want zij zijn die toekomst van Nederland. Zij gaan de toekomst maken. Ja. Heel mooi gesproken. Yves de Boer. Josanne Meijers, gedeputeerde hier. Wat maakt Oost-Nederland in deze regio zo bijzonder en uniek? Ik denk ruimte. Het is het jaar van de ruimte, maar wij hebben ruimte. Ja. Is Gelderland echt in potentie ook een provincie waar je dan heel veel mee kan? Of tenminste heel Oost-Nederland hebben we het dan een beetje over? Antwoord is natuurlijk ja, maar dat geldt voor alle delen van Nederland. Hè? Maar wat mij wel opvalt, ik vind het wel mooi dat ik naar Josanne nu mag staan. Ik denk, ook vanochtend heb ik een aantal van die excursies meegemaakt. Tenminste, we hebben twee plekken bezocht. Ik denk dat hier meer voelbaar is dan in West-Nederland. Laat ik die tegenstelling maar even oproepen. Dat er andere manieren van besturing nodig zijn. Dus dat je anders als overheid je plek moet vinden ten opzichte van de maatschappelijke initiatieven. Ga naar de tafels. Ik wens jullie heel veel debat, plezier en inzet. IJzeren geografische wetten zeggen dat de sterke centra steeds sterker worden in een soort van automatisme. En laat dat gewoon gebeuren. Als je nou ziet waar we de afgelopen jaren erg succesvol in zijn geweest, dan staat het ook bij jouw opmerking, is het inderdaad tegengaan van het alsmaar volbouwen van de losse ruimte en het maken van compacte steden. Dat is tamelijk succesvol beleid volgens mij. Toen zeg maar die internet-economie-bubbel plofte, toen zag je dat eigenlijk, en toen nog in een periode van relatieve hoogconjunctuur, investeerders hun heil gingen zoeken in vastgoed. Waar zit jullie vraag op dit bedrijventerrein? En als je dan verder ging doorvragen, zat er daarna altijd een vraag achter van ja, maar ik ben eigenlijk niet helemaal tevreden omdat ik, nou, dan komt dat verhaal van ik kan niet uitbreiden of ik wil het terrein van mijn buren wil kopen, maar er zit een bodemverontreiniging wat ook niet kan betalen. Dus er zit altijd wel levendigheid en vitaliteit in die terreinen, waardoor je uiteindelijk ook wel weer tot een ontwikkeling kan komen.
die high-tech bedrijven die ontwikkelen zich vooral om hun kennis straks te gaan exporteren. En die hebben over het algemeen, althans de bedrijven die ik kan tegenkom, niet de ambitie om hier in Nederland allerlei ontzettend grote productielocaties neer te gaan zetten. In het ideale geval zou het inderdaad een alliantie zijn waar wel de overheid deel van uitmaakt. Want uiteindelijk hopen wij, en zou het natuurlijk ook zo moeten zijn, dat er wel een besluitvorming is waar de publieke organisatie, de overheid, een cruciale rol in heeft. Wat tot dusver vaak op de agenda stond, zijn regels die ondernemers beletten om iets te doen. Maar er zijn nog heel veel regels die duurzaamheid in de weg staan. Wat vandaag al aan de orde kwam, is het hele fiscale regime van de kantoren, wat de leegstand bevordert. Hè? En zo heb je nog wel 20 andere dingen. Ik ben Jeroen Niemans. Ik ben vanuit Platform 31 coördinator van het Jaar van de Ruimte. Het is heel leuk om met deze tour door heel Nederland te komen. Je ziet dat de opgaven overal anders zijn, maar dat het overal heel veel dynamiek is en er heel veel mensen met goede ideeën rondlopen. En het is heel mooi om die aan elkaar te verbinden.